Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we het Roblox spel LOL Surprise Official Party spelen. En dit is dan het derde deel. Deze video is in samenwerking met LOL Surprise. Want er is een mega update toegevoegd aan de game. En wij gaan allemaal kijken wat er allemaal nieuw is. En ik kan niet wachten, want er zitten een aantal hele toffe dingen bij. Super spannend. Voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar welke hand moet je ervoor gebruiken? Dat hangt er vanaf. Gebruik je linkerhand als je deze video bekijkt vanuit een zittende positie. Misschien zit je op de bank of op een stoel. Maar ben je op dit moment deze video aan het bekijken vanuit een hele andere positie? Misschien lig je op de bank of sta je midden in de huiskamer. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we beginnen. We zitten nu in de game. En zoals je kunt zien ben ik hier niet alleen. Ik heb ook mijn zusje Melie. Hallo! Waarom zie je er zo groot uit? Oh ja, in het echt ben je ook groot. Ik weet niet, waarom ben jij zo klein? Oh ja, dat is waar. Ik ben wel een beetje mini. Maar we zijn nu dus terug in de LOL Surprise wereld. En dit keer zijn er weer een aantal hele toffe updates toegevoegd. Ze hebben namelijk een tent in de tuin, heb ik gehoord. En daarin is een heel tof exclusief surprise item te vinden. En er is ook een race spel en een obby. Nou, dat klinkt geweldig, geweldig. Ja, ik heb er echt super veel zin in. Ik ook. Van de race. Jij bent dus nog helemaal niet in dit huis geweest. Kijk nou eens eventjes naar hoe gaaf dit eruit ziet. En kom eventjes hier. Spring eens op de bank. Wow, knal, auw, met je hoofd tegen de discobal aan. Dit is echt zo ontzettend leuk, jongens. Het is gewoon een trampolinebank. Woe. En als je hier eventjes kijkt, heb je echt een super toffe dancefloor. Woe. Dus je kan op de sterretjes klikken en zo. En dan kan je dansen. Echt heel erg gaaf. Yeah. Maar dit hebben wij al gezien. Dus we gaan meteen door naar alle nieuwe dingetjes die zijn toegevoegd, jongens. Dus we gaan naar buiten. Kom je mee? Kom je mee? Yes! Ja, 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 ja. Dit ziet er zo gaaf uit. Zo cool. Oeh, even lekker afkoelen. Zwemmen! Oh, jij moet ook gaan zwemmen. Woehoe! Wat een gezelligheid. Wat leuk hartje zwembad. Ja, leuk hè? Hier hebben we de leuke camper. We hebben een mooie catwalk natuurlijk. Dit hebben we allemaal gezien. Oh, ja. Maar als je nu eventjes doorloopt. Kijk eens eventjes wat we hier hebben. Dit hier links is echt zo gaaf. Er zijn hier vlaggetjes. En er staat Start Racing. Dus dat betekent dat we kunnen gaan racen. En dat is ook meteen de reden waarom ik jou heb uitgenodigd, Melie. Want ik wil heel erg graag van je winnen. Dat gaat sowieso niet lukken. Jawel, we gaan het doen. Let's go. Melie, ik heb er helemaal zin in. Ik heb er zoveel zin in. Kijk onze auto's. Wow, kijk nou eens eventjes hoe gaaf dit eruit ziet. Oh, we hebben een groene en een blauwe auto. En zoals je kunt zien, is dit gewoon de Dance Machine Car waarin we kunnen racen. Ik heb een groene auto. Het is mijn favoriete kleur. Oh ja, dat is echt heel gaaf. Daar is een billboard. Die billboards betekenen ook iets echt heel erg tofs. Oh, zo Melie. Knal eventjes tegen je op. Oh, sorry. Waarom ging je ineens erachter? Ik kom je inhalen. Oeps, nee, dat ging niet zo heel erg goed. Wauw, het gaat echt super soepel, jongens. Ja, ik ben echt in volledige focus mode, dus... Ik ben gewoon de hele tijd afgeleid door die billboards. Kijk nou, LOL Surprise Tweens, coming soon. Misschien betekenen die billboards wel iets. Volgens mij krijg je daarmee hele toffe hints over wat er allemaal nog meer komen gaat in dit spel. Wow, wacht. Ik moet deze ook echt eventjes zien. Een tent. Een circus tent. Hehe. Wacht even, Melie. Ik kom je inhalen. Ik kom je inhalen. Wacht jij maar even. Oh, nee. Oh, my goodness. Nee. Oh, ik zie je. Wat? Nee. Waar ga je naartoe? Ik ging een rondje. Oh, no. Oh, je ging de verkeerde kant op. Dat zag er wel heel erg grappig uit. Wee. Oh, ik heb net de boost gemist. Nee, je bent de eerste door deze lab. Maakt niet uit. Het gaat me lukken. Het gaat me lukken om Melie in te halen. Ik moet en zal deze race absoluut winnen. Let's go. Ik pak deze. Ga je rechts? Oh, we gaan splitsen. Wow, dat is zo cool. Oh, helaas. Helaas, je bent me weer voor. Verdorie, dit is de allerlaatste lab. Maar dit keer gaat het me wel lukken om Melie in te halen. We can do it. Ik zit zo ver voor, jongen. Nee. Ik ben al klaar. Nee, wacht jij maar. Ik pak deze. Kom op, kom op. Lukt het me? Jongens, denk jij dat het me gaat lukken om te winnen? Ik denk het wel, ik denk het wel. Alhoewel, Melie is best wel ver voor eigenlijk. Gaat er wel goed af, verdorie. Pak deze boost. Go, go, go. Woe. Oh, ik ben een stukje dichterbij. Oeh, ik ben lekker dichtbij nu. Oh nee, oh nee. Nee. Yes. Nee. Yes. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Wat? Yes. Oh. Nee, verdorie. Ik denk
dat we net iets anders hebben gezien op ons scherm. Maar uiteindelijk was jij dus toch eerste. Jammer, zegt Meli. Maar je hebt wel echt een heel erg leuk, mooi dansje. En ik ook. Ik doe zo. Ja. Dit is dus een race game die je zelf ook kunt spelen. Dat is geweldig. Dat was echt zo ongelooflijk leuk. Wat een geweldig spel. Yes. Maar hier zo achter je, Meli. Kijk eens eventjes. Het is een hele speciale tent. En deze tent is vanaf vandaag open. Want het is vandaag 7 juli. Dus dat betekent 7-0-7 als je de datum uitschrijft. En als je dat zo woep, ondersteboven zet, staat er LOL. Dus het is vandaag een hele speciale LOL surprise dag. En vanaf dit moment is deze tent tijdelijk open. En hierin zit een heel exclusief speciaal surprise item. Zullen we naar binnen gaan om het helemaal te checken, Meli? Ja, let's go. Ja, ja. Let's go. Dat ziet er zo gaaf uit. Kijk nou eens eventjes naar hoe mooi de tent is. Oh, het is een hele grote party tent. Echt heel cool. Oh, en hier links is het surprise item. Maar daar gaan we zo meteen naar kijken. Dit zijn de tweens. Oh, ze zien er geweldig uit. Super gaaf. Wow. Allereerst hebben we Hoops Cutie. Kijk nou eens eventjes naar hoe ontzettend prachtig ze eruit ziet. Ze is helemaal geïnspireerd in een sportswear stijl. Ze houdt namelijk ontzettend veel van basketbal. Of nou ja, meer de basketbal fashion. En wie is dit dan, Meli? Dit is Sherry Bibi. En ja, zij houdt heel erg van vintage stijl. Het is ook super creatief. En wat ik echt zo gaaf vind, is haar, haar jasje. Super tof. En dit is Freshest. Zij is super cool en laid back. En kijk nou eens eventjes naar haar broek met de fishnets erin. Oh, het is zo gaaf. Ze heeft echt die hele coole moves. Zij houdt enorm veel van muziek en is echt heel erg goed in het maken van verschillende beats. En zij is dus ook de BFF van... Fancy Girl. Fancy Girl. Fancy Girl houdt heel erg van fashion. En ook van makeovers. Ze houdt heel erg van roze, zoals je ook kan zien aan haar outfit. Yes. Ze combineert daar dingen in. Het ziet er ook zo lekker zacht en fluffy uit. We moeten natuurlijk ook niet skippen over deze super schatjes. Kijk, dit is Hoops. En hier heb je Cherry. En ze hebben echt hele goede moves. Dit is Fresh en Fancy. Ik wil nog wel eventjes weten wat hier nou precies in zit. En tada! Wow! Oh, wacht. Ik moet even die coin pakken. Haha, ik heb alle coins gepakt. Oh, dat ziet er gaaf uit. Ik ga meteen aandoen. Yes! Oh, kijk nou eens even naar wat een mooie rok dit is. Een super gave jurk. Oh, zo tof, Meli. Nu hebben we deze super speciale jurk die heel exclusief tijdelijk te verkrijgen is. Laten we lekker gaan dansen. En de manier waarop je dat kunt doen is gewoon eventjes de chatbox erbij halen. Je typt dan /dance, dance, dance. En dan enter. En dan begin je met dansen. Woehee. Wow. Oh, we doen ook lekker eventjes een breakdance. Smooth nou, dat ziet er geweldig uit. Laten we meteen even doorgaan. Woe. En ik blijf nog even lekker dansen, jongens. Wat heerlijk. In mijn geweldige dansjurk. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele spannende, mooie portal. Durf jij? Jawel. Oké, we tellen af. 3, 2, 1, go! Yeah. Wow! Oh, dit ziet er echt geweldig uit. Kijk nou eens eventjes, wat een glow obby. Nou, dit is dus een obby. En hierop kun je natuurlijk springen. En je moet ervoor zorgen dat je wel alles overleeft. En dat je niet per ongeluk valt. Oh, best wel lastig. Lukt het een beetje, Meli? Woe, yes. Nou, je bent ik moet echt wel heel erg concentreren, hoor. Nou. Ik wil wel deze coin. Oh ja, pak hem, pak hem. Jee, heb je hem? Dan kan ik hem ook pakken. Oh nee! Oh nee! Dat was niet zo goed. Wacht eventjes. Wacht op mij. Ik ging op weg naar de coin. Maar ik kan het, ik kan het. Go! Yes! Woehoe! Oh! En het licht ging ook meteen uit. Oeh, prachtig, prachtig. Oh, ik pak meteen eventjes de checkpoint. Oh jeetje, oh jeetje. Is het net niet gelukt? Yes, yes. Oké, het is me gelukt. Ik pak de coin. Ja, ik heb hem. Kom maar, Meli. You can do it. Ik heb hem ook. Yeah, supergoed. En dan kunnen we weer door. En overheen. Woehoe. Checkpoint. Een checkpoint. In totaal zijn er 10 verschillende levels. En hierin kun je dus allemaal verschillende coins pakken. En met die coins kun je uiteindelijk verschillende outfits kopen. Niet alleen outfits, maar ook de drinks. Dus eigenlijk de drankjes en de outfits die LOL Surprise karakters normaal gesproken hebben. En dat is echt zo leuk. Dat wil ik ook heel graag. Wat is dit? Een lift? Wow. Oh. Oh. Ja. Yes. Ik ben er. Yes. Dat is echt heel erg leuk. Ik ga dat meteen door. Zo cool. Hier is ook weer zo'n liftingetje. Een liftje? Yes. Ik sta erop. Oh, ik wil die coin. Ik wil die coin. Ik ook. Ik wil heel erg graag een leuke outfit zo meteen. Wee. Wow. Oh, gelukkig. Yes. Ik heb hem. Ik heb hem. En go. Go.
Yes! Woehoe! Het is ons gelukt. Ah, geweldig. Jeehee. En ik pak weer eventjes de checkpoint. Top, top, top. Yes. Oh jeetje, dit gaat lastig worden. Oh, we willen die coin hebben. Oh, dat gaat best wel snel. Ja, dat gaat heel erg snel. Zo. Ah! Oh, nee, nee. Oh, nee. Oh, Meli. Oh. Meli. Oké, nog een keer proberen. Arme Meli. Oh nee. Ik weet niet welke kant ik op moet nu. Ja, en nu? Waar moet ik nu naartoe? Ik heb de coin in ieder geval wel. Dat is goed. Oh, ik zie het al. Daar is een ander platform. Ja, ik heb hem. Oké, maar nee, ik heb de coin wel. Oké, goed zo. Ik vind het Tessa. Ja? Ja, ik ben er. Yes! Oké, en nu gaan we weer omhoog met de lift. Yes! Oh jeetje, wat is dit? Oh nee, we moeten hierin gaan springen en niet die buizen aanraken. Oh no! Oh, dat gaat lastig worden, wacht. Hier ga ik erin. Yes! Het is me gelukt, I did it! Jij kan het ook wel, Meli. Oh ja! Okay. Het is je gelukt, supergoed. Oké, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. Hier is een platform dat eraan komt. Komt u maar, platformpje. Ik ga er snel op springen. Oké, are you ready? Nee! Wah. Oh, Meli, ben je al gevallen? Nee! Meli! Oké, ik ga snel eventjes naar de andere kant. Ik pak alvast eventjes de coin. Wee. Yes, ik heb hem. Oké, blijf naar voren drukken, oké, Meli? En go! Nee! Ren, spring! We gaan door. Zo, yes. Sta je omhoog? Ik sta op je. Oké, blijf maar hier staan. Okay. Oh, jammer. Ik dacht ik kon gewoon met je meelopen zo op mijn hoofd. Oh nee, weer zo'n platform, Meli. Help. Ja, maar nu zijn we expert. Goed, ik blijf aan de linkerkant. Oké, ze gaan omhoog. En ik ga er voor zekerheid toch maar eventjes overheen springen. Yes, goed zo. En go, Meli. Yes! Yes! You made it. Good job. Oh, dit is het laatste platform. Go. Oh, boe. Oeh. Oeh. Daar is die buis. Kijk uit naar die buis. Ja, ik wacht even, hoor. En go. Ja? Ja, en dan deze kant op. Ja, goed zo. Go. Ja, yeah, you made it. Oké, even goed het patroon zien. Zo, yes. Oké, nou, jij gaat er één keer doorheen en ik weer niet. Nu. Ja, goed zo. Spring eroverheen. Yes, yay. Goed zo. Woehoe. Even kijken, ik zie een klein beetje patroon. Oké, ik spring erop. Oh, die coin binnen handbereik. En hupsakee, yes, ik spring hierop. Of laten we nu blijven staan. Oh, wat we nu kunnen doen? Ja, we kunnen gewoon even wachten tot we op deze coin staan. Ja, ik heb hem. Woehoe. Yay. En dan ga ik overspringen. Oei, go. Yes. Yay. Yay, you made it. En nu voorzichtig, hier zo op. Dit is het allerlaatste plekje waar je dood zou willen gaan. En woehoe. Ik ben er. Ja, je bent er. En hier is een portal. Oké, kunnen we er omheen lopen? Want er volgens mij zit er een coin hier zo erom. Ah, er zit een coin achter. Yes, ik heb hem. Ik ook. Heel voorzichtig. Ik ook. Pak hem ook. Yay. Yeah, goed zo. En dan kunnen we hierin. En go. Yeah. Oké, we hebben het gehaald. Ik vind dat je het echt super goed hebt gedaan. En Thank ik you. Vind het ook zo ontzettend geweldig. Er zijn zoveel leuke dingen toegevoegd aan het spel. En ik ben echt heel erg blij dat je gewoon helemaal in de LOL Surprise wereld kunt zitten. Dus wat mij betreft was dit echt helemaal en hartstikke geslaagd. Woo. Vergeet zeker niet om zelf ook je exclusieve item te halen in de tent door de game te openen. Dat kan via de link in de beschrijving hieronder deze video. En heel erg veel plezier met het spelen daarvan natuurlijk. Daarbij heb ik ook een link toegevoegd naar de gloednieuwe Tweens Dolls. Check dat natuurlijk ook meteen in de beschrijving hieronder. En deze video was in samenwerking met LOL Surprise. Ik vond het echt geweldig. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!